Groen bouwen draait om het verkleinen van de ecologische voetafdruk van gebouwen. De laatste tijd is de interesse in groen bouwen enorm toegenomen. Dat betekent dat de bouwsector bij het nemen van beslissingen veel meer nadenkt over de gevolgen voor het milieu en dat producenten heel goed moeten weten wat het milieuprofiel van hun producten is. Hoe weten we of een product groen is? Dat weten we pas wanneer we een milieuprofiel maken, wat inhoudt dat we zorgvuldig naar de totale milieu-input en output van het product gaan kijken. Dit diepgaande proces wordt levenscyclusanalyse, of LCA, genoemd. De levenscyclusanalyse kwantificeert de milieueffecten van een product tijdens de hele levensduur. Daar valt alles onder. Van winning van de benodigde grondstoffen tot de productie, het transport, de verwerking, het gebruik, het onderhoud en uiteindelijk de afvalverwerking of de recycling van het product. We kunnen de LCA gebruiken om inzicht te krijgen in een aantal belangrijke gegevens, zoals indirecte energie en de uitstoot van broeikasgassen. Indirecte energie is de energie die nodig is bij de vervaardiging van het product en het gebruik ervan. Houtproducten hebben vaak een lage indirecte energie vergeleken met producten van andere materialen. Dat komt doordat de basisgrondstof hoofdzakelijk door de natuur wordt geproduceerd. Bovendien is het niet veel werk om hout te winnen en er een bruikbaar product van te maken. De energie die wordt gebruikt bij de houtverwerking is grotendeels afkomstig van houtafval en wordt ter plekke opgewekt bij de fabriek, zonder dat er fossiele brandstof voor nodig is. Die houtafval is een hernieuwbare energiebron die ook nog eens CO2-neutraal is. Groen bouwen wordt steeds belangrijker en hout zal daar een grote rol in spelen. Niet alleen omdat hout hernieuwbaar is, maar ook vanwege het interessante milieuprofiel dat we kennen door de LCA en vanwege het vermogen om koolstof op te slaan.